Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 30 juli 2015. Dus het bulletin van donderdag. In Duitsland gaan stemmen op om novice amateurs toegang te geven tot de 13 en de 6 centimeter amateurbanden, 2,3 en 5,6 gigahertz, zo meldt hamnieuws.nl. De toegang zou zich dan uitsluitend moeten beperken tot Hamnet en het doel van de maatregel is dat Hamnet met name ook jongeren zou aanspreken. Tijdens het zogenaamde ronde tafeloverleg is onlangs een voorstel van die strekking ingediend. Dat ronde tafeloverleg is in Duitsland vergelijkbaar met het Nederlandse amateuroverleg, met als verschil dat daar wettelijk alle amateurs vertegenwoordigd zijn en niet alleen de amateurs die lid zijn van een vereniging. Noodcommunicatieorganisatie Darus is op zaterdag 15 augustus aanwezig op de veiligheidsdag van de veiligheidsregio IJsseland. Een veiligheidsregio is een gebied in Nederland waarin de verschillende besturen en diensten op basis van de wetgemeenschappelijke regelingen samenwerken met betrekking tot bijvoorbeeld besturen, hulpverleningsdiensten, rampenbeheersing, etc. Nederland kent 25 van dit soort veiligheidsregio's. De dag wordt georganiseerd door de veiligheidsregio IJsseland, zoals gezegd, om het publiek een idee te geven wat er gebeurt op het gebied van hulpverlening in deze regio. Onder andere politie, brandweer, ambulancedienst en defensie zijn aanwezig. Darus is als vrijwilligershulpverleningsorganisatie daarbij ingedeeld bij de sector defensie en komt in de lucht met de speciale roepnaam Papa Alpha 6, Delta, Alpha, Romeo, Echo, Sierra. Op de site www.darus.nl zal binnenkort meer info over het evenement te vinden zijn. Veel sites melden het bericht dat in Frankrijk de middengolf- en lange golfzenders uit de lucht gaan. En dat is natuurlijk ook in Nederland het geval en in Duitsland. Het is inderdaad een feit dat er momenteel een grote opruiming plaatsvindt op de middengolf. Deze grote schoonmaak is echter niet alleen slecht nieuws, het biedt namelijk ook mogelijkheden. Voor de middengolfkavels is in Nederland sinds kort geen veiling meer. De eerste die zich voor zo'n frequentie meldt, krijgt ook pardoes de vergunning. Die biedt met name mogelijkheden voor regionale doelgroepstations. Fahon Hindustani Radio in de regio Den Haag is daar een goed voorbeeld van. Bij die zender zijn antennes en apparatuur ook nog eens grotendeels door amateurs gebouwd, CQ samengesteld. Verder zijn er nog diverse andere kleine radiostations. Wie begint er eens zo'n station om reclame te maken voor de doelgroep radiogeïnteresseerden en radioamateurs? Het propagatieonderwerp werd gisteren besloten met de zonnevlammen, die met name bij het zonnevlekkenmaximum soms de D-laag zeer versterken, waarna het verkeer op HF grotendeels kan stilvallen. Een dergelijk fenomeen wordt overigens in het Engels een shortwave fade-out genoemd. Fade-outs gebeuren plotseling en hebben het grootste effect op de lagere korte golffrequenties. Het kan, als je vermoedt dat je te maken hebt met een fade-out, dus zinnig zijn om een hogere band te kiezen waar communicatie dan nog wel mogelijk is. De tijdsduur van zo'n fade-out varieert tussen slechts 10 minuten en enkele uren, dit afhankelijk van de sterkte van de zonnevlam. De seizoenen hebben ook een grote invloed op de propagatie. De E-laag bijvoorbeeld is vaak sterker aanwezig in de zomer dan in de winter. Variaties in de F-laag of lagen is gecompliceerder. Op de beide halfrondes zijn de hoogste frequenties gereflecteerd in het midden van het voorjaar of het najaar. In maart of september dus. En die zijn hoger dan die in de zomer of de winter. Dat gaat overigens zowel in het zonnevlekkenminimum als het maximum. Gereflecteerde frequenties zijn daarnaast in de winter ook nog weer hoger dan in de zomer. Daarnaast zijn er geografische verschillen, bijvoorbeeld hoe noordelijker je op het noordelijk halfrond zit en hoe zuidelijker op het zuidelijk halfrond. Tot zover de propagatie voor vandaag. Ga je op vakantie en neem je een korte golfontvanger mee? Stem die dan eens af op de Daily Minutes. Rapporten vanaf vakantielocaties worden voorgelezen in de uitzending. Mailadres is het korte mailadres xapenstaartje xdv.me. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz. En 5 minuten later op PI2NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10 uur 30 op PI2NOS en om 14 uur 30 op 9560 kHz. Daily Minutes is daily at 1700 UTC on 6005 and 7310 kHz and 5 minutes later on the PI2NOS repeater system. Next day there are reruns 800 UTC on 7310 kHz, 830 UTC on PI2NOS and 1230 UTC on 9560 kHz. Redactie en presentatie van deze uitzending PA0ETE en PA9TV. De techniek is in handen van PA0ETE. Nine, seven, one, five.